Onze begrafenisonderneming bestaat nu bijna 20 jaar. We zijn dus zeer klein gestart. Ik was uiteindelijk maar 21 jaar. Ik had zeer weinig middelen om deze zaak te kunnen starten. Maar wij zijn toch kunnen uitgroeien tot een volwaardige begrafenisonderneming. En dat eigenlijk door altijd maar te blijven investeren en te blijven vernieuwen. Want de begrafenistendens is ook zeer hard veranderd. Dan laat ons zeggen 20, 30 jaar geleden. Dat is een totaal nieuwe tendens binnen de begrafenissector. En wij proberen ook altijd maar aan die vraag te beantwoorden. Momenteel hebben wij in 3 gemeentes 4 locaties eigenlijk. We hebben onze hoofdzetel, die is gevestigd in Reet. Dat is een bureelruimte, maar daar zit ook eigenlijk het hart van onze onderneming. Van daaruit vertrekt het rouwdrukwerk bijvoorbeeld. Daar is ook de toonzaal waar mensen de zerken kunnen komen kiezen, waar ze bloemen kunnen komen kiezen, waar uitvaarten kunnen besproken worden. Dan zijn er ook 2 rouwcentra, 2 ruimten waar overledenen kunnen opgebaard worden en begroet worden door de nabestaanden. 1 daarvan is in Aartselaar, het andere is in Niel. In datzelfde Niel hebben wij ook een ruimte voor koffietafels, dus maaltijden, rouwmaaltijden na de uitvaartplechtigheid. En beschikken wij ook sinds kort over een eigen aula waar wij een zeer grote capaciteit hebben om mensen te laten plaatsnemen met zeer moderne apparatuur, zodanig dat er kan afscheid genomen worden met de meest moderne mogelijkheden die daaromtrent op de markt zijn. Elke overledene is uniek, elke uitvaart is ook uniek, of zou toch zeker uniek moeten zijn. Dat is waar wij als begrafenisondernemer trachten naar te werken.